Nou. En verder? Ja, ben ik er gezien? Dankjewel. Nee, met alles. Dag! Mama gaat ook rijden. Jezus! Wat zijn we aan de uur? Wat langer duurt. Ja, op de asfaltweg. Maar waar? En nou het Staalbergenvet. Nee, moet je niet doen. Die zijn allemaal alfabeet. Nee, ja. Die tas weg, want ik zit er continu tegenaan te trappen. Ja, ik zal ze weghalen, anders wacht maar even. Ja, we zullen zeggen. Oudjes. De oudjes, klaar. Oudjes? Ja. Dan had je Carla mee moeten nemen in bed. Oh mensen, wat doe je nou? Met jullie. Hij is wel mooi. Ja. Maar het is jammer dat die andere. Ja, dat is jullie schuld. Dat is een simpel schuld. Nee, jullie rijden verkeerd. Even kijken hoor. Zie? Ja. Na het verkeersbord zit een jongen en een meisje met een boekentas. Ja. De eerste heb je. Mooi. Die naast nou auto voor rest komt gewoon doorrijden. Ja. Hallo! Jezus, wat een mooie haren zijn onderweg! Ja, hij heeft een eindelijk? Kunnen jullie ook al weg? Ja, dat is jammer! Ja, tuurlijk wel. Oh, oké. Okay. Einde fietspad links. Oké, okay, en dan zie je zo. Het is gewoon een gras, is nog een mooi. Nee. Het is net de tuin. Kunnen we even die jassen uittrekken? Ja. Moeten jullie ook de regenjassen uit doen? Ja. Het is heet. Is dit is goed? De route beschrijving, net op. Water. Kennen jullie het lezen? Waar je hoort. Nee, hier is de route beschrijving. Dat is zuinig op. Iets door dat was. Weet je wat?
deur zit er boven in de water. Ik heb het normaal gezond. Jullie zijn de eerste. Jullie zijn de eerste. Kijk, die zat in Moergestel bijna. Ja, nee, zaten we. Zaten in Moergestel. Ja. Maar, weet je hoe dat kwam, hè? Ik heb ze nog. Ik hoop zwaar jullie het allemaal goed hebben gedaan. De eerste opdracht. Je komt allemaal bij de BP aan, benzinestation, daar ga je daar tegenover de straat in. En dan staat er, na een verkeersbord met een jongen en een meisje met boekentas, moet je naar links. Ja. Nou, eerst steken in de Van Rijke Vorstelaan en dan staat er, na autopet moet je naar rechts. Hou op, dat is geen... Zijn jullie niet eens gekomen? Nee. Ja, dat ging het fout. Sommigen van jullie, dan, die komen daar bij een bordje met op het fietspad in. Je moet daar gewoon doorrijden. Op zoek naar die houten brugleuningen aan de rechterkant van de weg, maar die vind je nooit. 25 meter voorbij de boshuis staat een bordje in de boom. Staat als dat deze opdracht komt te vervallen. Alsnog ging men spoed niet nodig. Als ze voet op komt zetten, gaat die boot mee omhoog. Ja, er gebeurt helemaal niks. Nul treden. Dat zei ik jou. Is zo goed. Zit je in die boot? Zit er niks in hoe ze denken? Nou, we worden met 210 startpunten de Chaotica's. Samen de groep MSBB. Nee! Ja, jongen, jongen, binnen. En in de eerste plaats de groep Kansloos. Koud het water? Ik ben gevallen. Ik ben heel benieuwd naar de score. Allemaal corrupt. Ja, dat is. Ik mag zes spelen. 1 punt. Kijk uit, helm op! Jee! Even goed kijken. Ja,
drie. Drie uit vier. Goed zo. Nog een keer. Ja, hè? Oh, mooi. Wil even jullie wat? Ja. Cheese. Kom. Ja, hey. Kom. Anne. Mag je dadelijk weer met hun spelen? We gaan nu al een stukje rijden. Sven, af nu. Ja, nu. Ja, ja, ik heb hem. Hallo. Ja. Oh. Dat bedoel ik. Nou, jullie allemaal bedankt voor de komst. En nog een hele fijne avond. Tot kijk. Piet en pepernoot hier, achterband PP. Ja, ik heb weer een achterband. En wat deed Paulusman dan? Piet plezier. En Jolijt was dus in dat plezier. Ja, in het vergadering. Heel erg leuk. Ja, ik heb het gedaan. Nou, die is in de
Goed idee. Ja, dank je wel. Dank je wel. Wil je dat een goede zijn? Sorry hoor. Goed zo. Nog een keer. Ja, doe maar. Doe maar. Ja, bloed net genomen in een beltje. Ja, Jongens, willen jullie niks eten? Lekker? Oh, lekker. Wij doen nep eten. Nep eten? Ja, kijk. Ja, dat is een beetje een